februar 2012 jata naar Van der Wallen, Belgen. Meneer Willemen, mag ik u vragen waarom die prijs aan deze charmante neef en mevrouw? Van de Wallen Bouwgroep is een algemene aannemer. En hij had als opdracht de verbouwing en renovatie van het Rijhof in Gent. Een 18e eeuwse constructie die moest omgetoverd worden in een luxe vijfsterrenhotel. Zij hadden zichzelf het BREEAM-certificaat in het vooruitzicht gesteld, wat uiteraard een belangrijke energieprestatieniveau oplegde. En de beperkingen die opgelegd waren anderzijds door de stedenbouw en de problemen rond het bewaren van monumentengedeelten, die gaven een beperking naar isolatie, zelfs met gebruik van isolerend glas. Dus had men gekozen voor het gebruik van een warm waterbuffer, maar daar bleek dan geen plaats meer voor. Dus gezien hoe de mensen innoverend worden wanneer het nodig is, hun, samen met het studiebureau Watson en met de installateur De Jager hebben zij dan gekozen voor de WKK met de paraffine. En deze techniek heeft blijkbaar een volledige voldoening gegeven en stelt nu ook Bouwgroep Van der Wallen in staat die toe te passen in andere constructies die zij bouwen. Innoveren is risico nemen, dat is een beetje wat meneer De Mulenaar zegt. Is het ook nu uw opvatting? Hebt u risico's genomen hier? Wel, er zijn wel zeker wat risico's genomen in dat project Grand Hotel Rijhof. Maar nu, als we de verwezenlijking zien van het jaar, bedoel, het werkt perfect. Natuurlijk, dat is mede dankzij door de jaren. En ik denk dat we dan stel nu met het hotel die er is, dat we wel een prachtig pareltje in Gent neergezet hebben. Is het de bedoeling, de vraag aan u, bent u dat, dat u dit nieuwe concept verder toepast, elders? Ja, dat klopt. We hebben ondertussen ook twee andere projecten gerealiseerd. Ook hotels of? Een rustverzorgingstehuis en een slachthuis. Hebt u daar trouwens al een recht door gewerkt in dat hotel? Ik zelf nog niet, nee, maar mijn collega dacht wel. Ja, nu weten we dat jullie niet samen zijn. Nee, dat is niet seconden. Best niet doen, best niet doen. Gefeliciteerd, Willemen. En ja, Willemen, de Mulenaar, ook bedankt voor de toekomstige, voor de deskundige uitleg. Dank je.